droom is nou gewoon een nationale overwinning behalen. En dat is nu gelukt. Ik ben Mark Gielen, ik ben 50 jaar. Sinds kleins af aan ben ik bezig met duivensport door mijn vader, maar ook door mijn opa. En sinds 1995 en zeker sinds dat ik verhuisd ben naar Maasbree, eigenlijk volledig gaan focussen op de marathonvluchten. Maar speciaal de Zemlu-vluchten waar ik me de laatste jaren op specialiseer. Dat ik gewoon dat het mooiste vind. De dag vond ze mij, ik ochtends lossing, s'avonds thuiskomen. Ja, tegen het donker aan, gewoon echt genieten. Ik heb een dertigtal kweekkoppels. Waarvoor ik dan zelf voor mijn eigen, maar ook voor anderen wat jongeren fok ieder jaar. En dan heb ik qua vliegploeg heb ik, ja, dit jaar ben ik begonnen met 96 duiven om te vliegen. 60% zo'n beetje jaarlingen en de rest 2 jaar en ouder. Dan speel ik eigenlijk alles gescheiden in. Dus ik koppel niet voor het seizoen. En ze komen pas op de eerste keer op neststand als ze naar een grote vlucht toe gaan. Dus ze gaan iedere week mee. Tenzij het weer echt minder is. Maar ik wil gewoon dat ze genoeg kilometers maken. En ik heb het liefst dat ze toch zo'n 2.500 kilometer in de vleugels hebben. Voordat ze eigenlijk op een grote vlucht gaan. Op deze vlucht Agen had ik 13 tweejaarse duiven ingekorfd en 16 jaarlingen. Bij de jaarlingen met name duivinnen. Ja, goed, op de dag van lossing ook, dan, ja, de dagen daarvoor hou ik eigenlijk al een beetje in de gaten. Eigenlijk al op de dag van inkorving van, ja, wat zijn de weersomstandigheden en welke wind krijgen. Want de wind is toch wel een heel belangrijke factor in onze sport. En ja, dat de westenwind, noordwest, ja, toch wel een voordeel zou kunnen zijn, was wel voor mij iets om te kijken van, ja, ik kan toch een kans maken om weer een kopprijs te spelen. Dus op de dag van lossing, ja, dan begint langzaam die adrenaline door je lichaam heen te golven. Van ja, hopelijk kan ik vandaag op tijd een duif pakken. En dan zie je die eerste meldingen en dan zie je tot je verbazing dat eigenlijk heel veel duiven in Frankrijk, maar ook in België, aan de westkant zitten. Ja, en als je dan op een gegeven moment ziet dat 7:02 Jean-Marc in Opeye net bij Maastricht een duif draait. Ja, heel snel rekenend, ja, dan moet ik om 8 uur gedraaid hebben. Nou ja, op dat moment dat je geconstateerd hebt en je gaat het melden, ja, dan het eerste wat ik heb gedaan is vervolgens dat duifje binnen haar jong teruggegeven. En gekeken van, goh, dat ze daar weer op gaat zitten. En ze gingen gelijk naar het nest. En daar was ik als eerste mee bezig. En op dat moment, gelijk snel krijg ik wat appjes binnen, maar inmiddels valt ook mijn tweede en dat is het nestzusje van de eerste nationaal. Ja, en die ging ook nog een paar keer rond. Ja, ze lijken heel veel op elkaar. Ja, snel naar binnen en ook op dat nestje en ook haar een jong gegeven. Direct op dat jong weer. Ja, en dan is het eigenlijk Circus Soleil, hè? Want dan de telefoon die gaat, appjes die komen. Ja, dat is echt niet te beschrijven. Ja, de winnares, we hebben haar Bo genoemd, naar onze dochter Bo. Ze is een jaarling divinnetje, ze is een kras, een sproetje. Ze is op het nest, in eerste instantie was ze een heel schuw iemand, echt van het nest afvloog. Maar gaandeweg de tijd dat ik met haar meer aan het spelen ging, ook, werd ze steeds feller. En zeker toen ze dat papjong had, ja, toen was ze zo fel. En ik dacht van ja, je bent een van de divinnen die het echt wel kan gaan maken. Wat is je wens voor de toekomst? Nou ja, mijn favoriete vlucht is altijd geweest om Marseille te winnen. Omdat ik bij de Thijs Hermans uit Helderberingen zei altijd van Marseille is gewoon de zwaarste vlucht. Als je daar succesvol bent, dan heb je heel veel bereikt. Dus dat is nog voor mij altijd een wens om die te winnen. Maar ja, dit is al heel hoog, heel succesvol. En Barcelona is natuurlijk ook nog een droom. Maar een van mijn dromen is nou gewoon een nationale overwinning behalen en dat is nu gelukt.